In de stationsbuurt is Internationale Vrouwendag gevierd. Deze dag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Hoe ziet Internationale Vrouwendag eruit in de Haagse stationsbuurt? Het ziet er geweldig eruit. Als je kon merken beneden, was super druk. Rond 100 of 120 deelnemers. Alle vrouwen genieten van workshops, beauty zone, hapjes, drankjes. Nou, het is super druk. En ja, we zijn blij dat dit soort dag bestaat. Jeltje van Nieuwenhoven sprak voor en over de topvrouw. De topvrouw is een gezamenlijke buurtactiviteit van Poolse Centrum en andere wijkorganisaties. Vrouwen hadden de gelegenheid om deel te nemen aan workshops, zoals tai chi, portretfotografie en een beautyzone met nagelstudio en massages. Ik ben deze mevrouw de nagels aan het lakken. Is onderdeel van de beautyzone. En eigenlijk hebben wij bedacht dat al die vrouwen verwend moeten worden in verband met Internationale Vrouwendag. Dus dit ben ik nu aan het doen.